Wat een puinhoop. Wat een chaos bij die energiebedrijven. Dat is toch werkelijk om je kapot te schamen als je daar werkt. En maanden geleden weten ze al van het prijsplafond. En ze weten al heel lang dat dat 1 januari ingaat. En dan snappen ze ook wel dat er heel veel mensen gaan bellen en vragen hebben. En noem het al maar op. En dan is het 1 januari. En dan hebben we gewoon niks voorbereid. Dan hebben we gewoon de zaakjes helemaal niet voor elkaar. En de mensen gaan bellen. En ze, na 3 minuten, worden ze er weer uitgeflikkerd. Mensen, ze zijn gewoon onbereikbaar. He? De vrienden van Eneco, die Essent en Vattenfall. Nee, we zijn niet te bereiken. En dan hebben ze een app. En die app die loopt vast en het werkt dan niet. Ja. Het is toch werkelijk. Oh, vrienden, ik heb zo'n medelijden. Zeker met mensen die daar heel erg afhankelijk zijn van. Want het is al allemaal helemaal niet te begrijpen hoe dat zit met het plafond. Ja, dan heeft een jongetje Jette en weet ik veel wie hebben het allemaal bedacht. Je moet een rekenwonder zijn. De Einstein, ja, met de rekenmachine. En dan, het is niet te volgen gewoon. En dan weet je nog steeds niet of dat prijsplafond jou echt gaat helpen. Want daar gaat het de meeste mensen om. Want ze moeten wel allemaal keurig ook hun meterstanden doorgeven. En dat doen ze er allemaal braaf. Maar of het hun gaat helpen. Hé, want dan in 1 keer de elektriciteit duren en dat snapt niemand. Want dat komt dan van de windmolens. En hoezo wordt dat dan duurder? En dan wordt het gas ineens weer een beetje duurder. En dat snapt ook niemand, want die gasprijs die gaat omlaag. En dan moet er door het jaar heen worden allerlei hele ingewikkelde berekeningen gemaakt. En dan zal blijken of jij er iets mee bent opgeschoten of niet. En waarschijnlijk dan weer niet. Want die energiebedrijven, die zijn vrienden gewoon niet te vertrouwen. En ik heb het gevoel dat het een beetje, het is het verhaal van het mopje van Snelle Henkie. En ik bedoel, je bent al genaaid voordat je het weet. Dat is het gewoon. Ja, dat is het. Mensen, die zijn al lang door de benen getikt en door de benen gespeeld voordat ze maar iets in de gaten hebben. En dat is zo treurig aan dit hele verhaal. Want het zijn ook allemaal mensen die het geld heel hard nodig hebben. En die worden gewoon genaaid. Vrienden, echt waar. En daarom denk ik nu bij mezelf. Vrienden, waar is Antoinette Herzenberg als je er zo verschrikkelijk hard nodig hebt?